Hallo, daar zijn we weer. Ik heb vandaag een pamperochtend. Ik ben op mini-vakantie met Boris en Vos. En ik stap eventjes lekker de douche in om voor mezelf te zorgen. Zoals je ziet kan ik dat wel gebruiken. Ik begin met het reinigen van mijn gezicht. En dat doe ik eigenlijk altijd elke ochtend en avond met de Purity Made Simple van Philosophy. Ik heb natuurlijk nu geen make-up op, maar het is altijd ook wel lekker fris om je ochtend ermee te starten. En daarna doe ik nog even een exfoliërend gezichtsscrubje van Philosophy eroverheen. Want ik wil aan het eind van het verhaal een rijke dagcreme aanbrengen. Dan douchen. Ik ga eerst douchen om lekker mijn lichaam af te spoelen. En omdat ik zo dadelijk ga scheren dat alle haarcelletjes lekker open gaan staan. Zoals je ziet doe ik nu een lekker rijke shampoo in smeren. En dat is de Daddy O shampoo van Lush. Het is een zilver shampoo. Het is een paars shampoo. Sinds dat ik weer blond ben geworden, is het handig om mijn haren daarmee te verzorgen. Dat laat ik inzitten als een masker. Dus wat ik nu allemaal doe, laat ik gewoon de shampoo aan. En daarna, terwijl dat in mijn haar zit, gebruik ik het masker. Het is een Himalayan masker van de Body Shop. Het is een charcoal masker. Het is een van mijn favoriete maskers. Het is heel diep te reinigen namelijk. En aangezien ik en mijn gezicht heb gereinigd en heb gescrubt en er net warmte op heb gehad, staan alle huidcelletjes lekker open en zijn heel erg ontvankelijk voor wat ik er nu natuurlijk opsmeer. Daarom prikkelt het ook altijd een beetje. Zorg wel dat een masker mag prikkelen. Het mag natuurlijk niet rood worden. En daarna ben ik verrekt sexy, vind ik zelf. Door naar scheren. Ik gebruik hier de Satin Care Olaz scheerschuim. Ook lekker paars. Is in combinatie met het scheermesje wat ik zo dadelijk laat zien niet nodig, maar ik vind het wel erg lekker. Ik ga mijn benen scheren, mijn lichaam scheren met de Venus en Olaz scheermesje. Ik pak hier een nieuwe. Het is goed om af en toe je scheermesje te vervangen. Alleen al omdat het hygiënisch is, maar met bottenmesjes kan je niet goed scheren. Die klik je er heel erg makkelijk op. Hij bevat 5 mesjes. Het scheermesje heeft verzorgende bestanddelen van Olaz. Perfect voor de droge huid in de wintermaanden, die ik echt heb. Of als je sowieso een gevoelige of droge huid hebt het hele jaar door. Dan ga ik eerst scrubben. Heel belangrijk. Scrubben. En nog eens scrubben. Heel mijn lichaam. En vooral mijn benen, want die ga ik voornamelijk scheren. En zorg ook altijd dat je heel eventjes onder de douche gaat staan. Lekker die warmteswerk laat doen voordat je gaat scheren. Want dat zorgt voor een soepele scheerbeurt. Dan pak ik dit scheerschuim. Met dit scheermesje dus eigenlijk niet echt nodig. Maar ik vind het en lekker ruiken en het is heel verzorgend. Omdat hier ook de verzorgende bestanddelen van Olaz in zitten. En dan doe ik een gek dansje, gewoon omdat het kan. En ik er belachelijk uitzie. En dan gaan we scheren. Het scheermesje heeft een hele handige soft grip. Zodat hij ook niet uit je handen valt, ondanks dat je handen nat zijn. En dan ga ik tegen de haarrichting in, gewoon heel soepel. Je voelt amper dat je aan het scheren bent. En vanwege het handige, flexibele scheermesje, zoals ik al eerder liet zien, kan je ook heel erg goed bij je enkels, bij je knieën, de bocht maken naar boven toe. Ideaal is dat. En daarna zijn mijn benen heerlijk zacht. En mede omdat ik dus van tevoren heb gescrubt en dus nu werk met het Olaz scheermesje. En het masker heeft kunnen drogen in de tussentijd, zoals je ziet. Het zit lekker vast aan mijn koppie. Heel mooi. En die ga ik er afhalen met lauwwarm water en een washandje. En dan maak ik roterende bewegingen omhoog. Ik ga heerlijk douchen, even alles uitspoelen. En daarna, als ik onder de douche weer vandaan kom, ga ik alles insmeren. Ik heb heel mijn lichaam gescrubt. Daarna heb ik natuurlijk geschoren. Dus eventjes lekker een hele voedende boter erin. En niet alleen op mijn benen trouwens, maar ook op de rest van mijn lichaam. Lekker op mijn armen. Mijn schouders, heel mijn lichaam, mijn buik, mijn billen, mijn borsten. Overal komt een lekker laagje. Omdat ik de zilver shampoo bijna half uur heb laten zitten, werkt het heel erg goed dus voor mijn blonde lokken. Die droog ik. En daarna laat ik het lekker aan de lucht drogen. Geen föhn komt er aan te pas. Ik heb alle tijd van de wereld vandaag. Ik heb mijn gezicht gereinigd en geëxfolieerd. En nu breng ik dus, na het hele poeha verhaal, breng ik een heerlijk serum aan. Ik doe ook vaak nog eventjes wat extra onder mijn ogen. Of daar breng ik een oogcreme aan. Heerlijk verkoelend voor onder die walletjes. En ik pak ook altijd mijn hals en mijn schouders en een beetje mijn décolleté mee. En dan ben ik klaar. Gereinigd, gebaft, gescrubt en helemaal verzorgd.
heerlijk. Ik hoop dat je het leuk vond. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.